Dus zo gaat dat. Dat is Aruba weer. Ja. Kijk hier, het is nu weekend aan het worden. De man, die brengt de vrouw. Nou, de vrouwen, die ze werken niet meer vanaf vrijdag tot en met zondagavond. Ja, de meeste vrouwen dan. Ja. Dus de echte Arubaanse vrouwen, die werken niet meer thuis dan vanaf vrijdag. Vrijdagmiddag begin dan. Dan moeten wij de inkopen gaan doen. Dan moeten wij de afwas doen. Dan moeten wij de kleren wassen. Maar dat doet de wasmachine. Ja. En wij brengen haar, nemen haar vanavond uit eten. En dansen. En nu dan, als ik er niet voor kan zingen, dat doe ik ook. Dus dat is hoe wij hier in het Westen zijn. Want de vrouw die zei, ik heb de hele week dit gedaan. Van vrijdag, zaterdag, zondag doe ik geen donder. En zo doe ik het. Dan zeggen wij, ja schatje, dat doe ik wel voor jou, voor lieve. Oh, mijn troetel denk. Kom hier, laat ik jouw oren eventjes bijten. Dan zeggen ze, donder op jij. Ga maar een douche nemen, je stinkt als een rotte ui of een rotte pannenvlot. Wat een vrouw, hè? Wat een troetel naam geven ze ons, hè? Alsjeblieft. Nou, hier links van mij zien jullie wat hele grote huizen naast elkaar. Dat moeten jullie niet kopen. Kijk, ze zitten dicht op elkaar. En hier wonen de meeste jongeren. En ze hebben ook van die ouderwetse bedden. Weet je, met die spring daarin. Ja? En van die ouderwetse bedden zijn heel sterk wel, hè? Want je hebt de matras die daarop gaat veren. Met heel veel boele veren. En de laatste tijd kon je ze ook insmeren, die veren. Maar als je dat niet insmeert, nou dan maakt dat die spul een lawaai, zeg. En die meisjes dan, dat zijn meestal jongeren die daar wonen, ja. En de ramen zijn open. En daar woont altijd een oudere tussen. En die oudere die moet altijd vroeg eruit om te gaan werken. Ja, en dan hoor je die meisje. Weet je wel? Nou, dan begin alle honden in de buurt te huilen. En de kranten stonden vol de volgende dag. Oh jee, sorry. Neem me niet kwalijk.